Op het Unprofor hoofdkwartier in het dorp Eldoet werken 16 verbindelaren, zoals ze in het jargon heten. In het plaatsje Belimanesteert zijn 12 Nederlanders gelegerd en op het vliegveld van Klisa nog eens 11. In de bossen ten noorden van het vliegveld hebben Servische milities zware wapens opgesteld. Als je hier rondkijkt, zijn allemaal ingravingen. De mensen zijn ingegraven. De mensen hebben gewoon een burgerbaan. En nadien, als hun baan afgelopen is, dan lopen ze met een geweer en een militaire pakje aan naar die putten toe. De VN-militairen kunnen niets uitrichten tegen de milities. Tot hun ergernis hebben ze daar de bevoegdheid niet voor. Nou, je bent hier een mug of een olifant, omdat je hier gewoon in een hele kleine organisatie, in een hele groot geheel bent. En met die kleine organisatie kun je niet overal gelijk zijn. De stemming onder de Nederlanders is goed en vooral de nieuwelingen zijn echt enthousiast. Maar sommige van de militairen die er al wat langer zijn, zetten hun vraagtekens bij het werk. Als je zo de voeken van rijdt en of een oorzaak, ik voel dan, daar verandert er niks aan. Naar mijn idee. En dan denk ik van ja, dan wil ik liever niet hier vakjes verzenden. Dan kom mij met de straat op, mij op opbouwen van een huis of zo. Door voortdurende patrouilles laten de VN-troepen zoveel mogelijk blijken dat ze er zijn. Aanwezigheid is tot nu toe hun belangrijkste wapen. De VN-troepen hebben niet kunnen voorkomen dat de Serviërs hun zware wapens weer uit de depots gehaald hebben. Toch is het op dit moment rustig. De strijdende partijen weten zich voortdurend op de vingers gekeken door de vredesmacht. En dat is tot nu toe het belangrijkste effect van de aanwezigheid van Unprofor. De Nederlandse eenheden in dit gebied hebben bovendien de zekerheid dat ze zijn aangesloten bij een groot Russisch bataljon. De Russen voegen zeker iets toe aan de zaak, al was het maar door wat men graag in een negatief daglicht stelt, dat ze dichter staan bij de Serben omwille van historische redenen. Maar omgekeerd is dat ook een factor die ons bepaalde zaken vergemakkelijkt, omdat zij gemakkelijker contact hebben met de lokale mensen dan wij. Het Unprofor-mandaat loopt tot juli. Dan zal beslist worden of de VN-troepen vertrekken of dat ze nieuwe, mogelijk uitgebreidere bevoegdheden krijgen. Dus wat mij ziet u het gebouw waar de Nederlandse verbindingsbataljon zit. Wij zijn met 12 mensen, wij verzorgen de verbindingen voor de Russen. Van die 12 mensen hebben we 2 kaderleden. Binnen dit gebouw werken wij, slapen wij, eten wij, we doen eigenlijk alles hier binnen. En ik ben soldaat Molenaar, zoals u misschien al kan zien. En hierbij nodig ik u uit om binnen even een kijkje te nemen. In het Nederlandse verbindingscentrum, dit is het gebouw waar het zich allemaal afspeelt. Loopt u even mee, zou ik zeggen. We gaan eerst naar het verbindingscentrum, want in principe, ja, dat is toch het werk. Daarvoor zijn we gekomen, daarvoor zitten we hier een half jaar. Ja, in principe is het niet de bedoeling dat iedereen altijd binnenkomt wandelen, maar goed, hiervoor maken we absoluut een uitzondering. Komt u binnen. Dit is het verbindingscentrum. Hier gebeurt het allemaal. We hebben hier aardig wat verbindingsapparatuur staan, zoals deze bij uiteraard, onze radioapparatuur, een aantal telefoonlijnen, een aantal satellietlijnen, we hebben het in principe allemaal hier. Dit is de soldaat Thompson van V11. Dat is net binnen, maar dat gaat allemaal prima. Nou, de satellietlijnen, daar hebben we af en toe wat problemen mee, maar verder is dat niet zo'n ramp. Het gaat allemaal, we zijn in staat om voor de Russen toch vrij snel en accuraat alle berichten verkeerd door te brengen, dat is geen probleem. Verder natuurlijk de Servische en de Kroatische landlijnen. Die zijn wat gevoelig voor weersomstandigheden en dat soort zaken. Daar in de hoek, we houden de administratie bij en als we daarmee klaar zijn. Dat gaat niet goed. We staan nu op het Komsen en we kijken naar een van onze schotels die een satellietverbinding waarborgt. Verder zien we uiteraard nog wat andere satellietverbindingen. Hier binnen is de apparatuur die daarbij hoort. Hier hebben we bijvoorbeeld de fax en de telefoon die er allemaal bij horen. En uiteraard de modems die daarmee gepaard gaan. Apparatuur in zijn geheel is nogal uitgebreid. Er komt nogal wat bij kijken. En het is ook gevoelig voor eventuele problemen, storingen die het met zich mee kan brengen. Weersomstandigheden, dat soort zaken. Satelliet is mooi, is goed, werkt snel, maar kan ook af en toe problemen met zich meebrengen. Hier verder uiteraard natuurlijk nog een Servische en een Kroatische lijn. Die zijn uiteraard gescheiden omdat het natuurlijk oorlog is, burgeroorlog hier. Dus die lijnen zijn onderwijl hier en daar afgekapt. Dus je kan niet overal bellen met bijvoorbeeld een Kroatische of een Servische lijn. Het is gewoon moeilijk. Verder houden we nog, zoals we eerst kunnen zien, de BK bij. Dat is de boekhouding van berichtenverkeer in principe. Verder nog wat telefoontjes voor intern gebeuren. Een switchboard
voor de Russen, mocht er een noodgeval zijn of mochten we snel de Russen erbij willen hebben, dan kun je gewoon eventjes hier bellen en de Russen staan pal voor de stoep. Dat gaat allemaal vrij snel. Dit soort verbindingsmiddelen zijn in principe goed. Het zijn uiteraard burgerverbindingsmiddelen, dus ze zijn goed tot een bepaalde klassificatie. Mocht het nou geheim worden wat we moeten gaan verzenden, en het moet vrij snel gebeuren, dan hebben we de EZB, dat is in principe een radiotelesinstallatie. En slechts met deze apparatuur mogen wij echt geclassificeerde berichten verzenden, omdat het helemaal in een crypto wordt het omgezet en dat wordt dan via radiogolven wordt dat verzonden. De slaapvertrek is ook in het gebouw. Mijn slaapvertrek is dan toevallig naast het komcentrum. Dat is erg makkelijk als je er 's nachts uit moet en hoef je maar 2 meter te lopen. Ik slaap hier binnen, samen met de rest van mijn rotatie, V10. We slapen met z'n drieën. En dat is goed te doen. Zoals u ziet, er zijn momenteel 2 mensen op verlof, dus ik heb het rijk voor mezelf. Het is redelijk comfortabel, moet ik zeggen. Het viel me niks tegen toen ik hier binnenkwam. Ik was eigenlijk hartstikke tevreden zelf. Hier slaap ik zelf. Verder, we mogen doen en laten hier wat we willen binnen de slaapkamer, zolang het daar een beetje hygiënisch is. Zolang er geen gevaarlijke omstandigheden gebeuren. Roken bijvoorbeeld is doorgaans niet toegestaan. Dus dat soort zaken, daar bezig ook ons niet mee. Hier binnen gewoon de klerenkasten. We bewaren niet alle kleren hier, dat is onnodig. We hebben doorgaans maar een klein deel van onze volledige PSU nodig. Dus dat is allemaal overzorgd. De was wordt gedaan door een aantal dames die hier uit de buurt komen. En zoals u hier ziet wordt er ook frequent flessen en sigaretten naar huis gestuurd. Dat mag met enige beperking, mag dat gewoon gratis van het leeg. Dus daar wordt heftig gebruik van gemaakt. Zoals ik al zei, de was wordt hier gedaan door een aantal lokale vrouwen. We hoeven ons geen zorgen af te maken, we hebben er ook geen wasmachine, dus dat komt mooi uit. Dat was het zo'n beetje. We zijn hier uitgerust met 2 toiletten. Gelukkig maar, want het komcent, dat trekt natuurlijk een hoop mensen aan die graag even willen bellen naar huis. En dan willen ze nog wel eens een tijdje hier rondhangen. En dan willen ze nog eens gebruik maken van het toilet. Die mensen hebben een eigen toilet. En die wordt gewoon schoongehouden door ons of door de schoonmaakvrouwen. En wij zelf hebben een eigen toilet. Dat is absoluut bevorderlijk voor de hygiëne. En ons toilet is op slot voor degenen die er niks mee te maken hebben. En wij doen ons bofte hier. We hebben uiteraard ook een douche, moet ook gebeuren. We moeten de zaak een beetje schoonhouden, ook afgesloten uiteraard. En het mooie van onze douche is, we hebben hier een aantal Finse engineers gehad. Mensen die de boel hier opgeknapt hebben voor ons, bij de eerste rotatie. En Finnen die zijn nogal gek van een sauna. Dat kan geen kwaad, want die nemen dan gelijk een sauna mee. Dus wat dat betreft, als het ons af en toe een beetje te veel wordt, dan gaan we lekker de sauna in. Alles even uitzweten. Hé, voilà! Ja. Alhoewel we niet zelf eten klaarmaken, maar ons eten ophalen van het headquarters hier, krijgen we dus door hun grote keuken gevoerd, hebben we wel een eigen keukentje. Het is uiteraard erg handig als je een keer een pannenkoekje wil bakken, een beetje patatklaar wil maken of een eitje wil bakken, iets in die richting. We hebben gewoon een keuken met koksapparaat, heel belangrijk uiteraard voor de mensen die nachtshift dragen. En verder een magnetronnetje, een frituur, alles is in principe aanwezig. Alhoewel we ook schoonmaakt zijn, moeten we af en toe ook zelf afwassen. Dat gebeurt ook gewoon regelmatig, dat is gewoon allemaal ingedeeld in shiften. Dat moet gewoon gebeuren. Hollanders zullen geen Hollanders zijn, of ze nemen wel een bar mee waar ze naartoe gaan. We worden gelukkig goed bevoorraad vanuit Nederland. Het gaat dan via zaken, dat krijgen het allemaal binnen. Dus we hebben alle soorten drank, alle middelen van geneuk in ieder geval binnen. En dat herbergen we hier, in deze bar. Gemaakt door de eerste rotatie die hier binnenkwam. En trekt sindsdien in ieder geval een hoop engineers aan, wat erg gezellig is uiteraard. Een hoop mensen volgen van buitenaf. Nieuw bloed kan nooit geen kwaad. Wij zelf mogen ook graag een pilsje drinken uiteraard, of iets anders. En zoals u veel ziet, hebben we een hoop souvenirs van de oorlog en spulletjes, ditjes en datjes van alle bataljons en alles wat hier in principe in de buurt zit. Uit de bar lopen we in een stukje recreatieruimte waar wij kunnen darten, zitten, lezen, schrijven, etc. En natuurlijk de home trainer, wordt ook wel gebruikt om de spiertje een beetje warm te houden. Dartboard, alles is aanwezig. Deze ruimte is een kleine stap naar het heilige der heiligen. De tv-kamer, waar naast een hoop spelletjes ook een tv uiteraard staat met RTL 4, 5, video, satelliet, MTV. Alles is hier aanwezig. We hebben doorgaans ook wel wat Gameboys liggen, mocht er echt niks op tv zijn.
En hier wordt toch eens koffie gedronken, et cetera. Met iedereen die langskomt, de piloten van de helikopters die hier aankomen vliegen. Hier achter mij ziet u dat hier alleen inhoudt dat het gewoon erg warm is in de zomer. Het is echt een landklimaat hier. Erg veel vliegen, muggen, dat soort aardigheid. Je ziet ook de landingsbaan. Het is natuurlijk ooit een vliegveld geweest. En uiteraard het rustbad. Het rustbad slaapt hier in de prefabs. Dat zijn containers waar ze met z'n drieën tegelijk in slapen. En die worden tegenwoordig ook uitgerust met een stukje eigen riolering, want dat was vroeger nog niet helemaal goed voor elkaar. Verder ziet u natuurlijk, achter de prefabs ziet u de parkeerplaats waar vroeger de vliegtuigen gestaan hebben. Verderop is het wagenpark van de Russen. En als u ernaast kijkt, dan ziet u het aerodroom, het stationsgebouw van de Russen. Waar momenteel ook een gedeelte van de Russische staf aanwezig is en werkt. En daar verder ziet u ook hun benzinestation, het INE-station. Ze zijn verantwoordelijk voor de diesel supply. Ik hoop dat ik u een beetje een indruk heb kunnen geven van hoe wij Nederlanders hier werken en wonen voor het rustbad in Klisa. Dit is zo'n beetje het. We eindigen hier dus op de verkeerstoren. En ik zou gelijk van deze gelegenheid gebruik willen maken om even de groetjes te doen aan mijn ouders, wat mogelijk is. De rest van V10, die uiteraard ook... Ja, de dames hebben er eigenlijk weinig zin in, maar ze moeten er toch aan geloven. De keuken die sinds 4 weken in Zwitser Hoogte hier Oost in gebruik is genomen. De kosten zijn voortreffelijk, ze kunnen heel goed koken. Je kan het ook wel merken aan de linkerkant, dat je niet elke keer van alles voordeel wordt gekozen. Nee. De buitenverkeerders zijn hier uitstekend, evenals de Russische overheden. Dank u wel. Goedenavond, we zijn hier gearriveerd in hoofdkwartier Sector West in Erdoet geplaatst. We hebben zojuist de keuken hebben wij bezichtigd en wij laten hier ongeveer 5 mensen al van rotatie 10 zien. De 6e die ligt nu al op 1 oor, maar die zien we morgen vroeg nog wel. Egoïstisch gezien, ik zal even de situatie leggen hoe het hier is. We hebben 1 verbinding sectorofficier, de majoor Fiege. Die ligt op 1 oor te rusten natuurlijk. We hebben een commandant verbindingscentrum, de luitenant Buis. Die ligt eveneens te rusten. Zijn plaatsvervanger ben ik, een eigen persoon. Dat houdt in de baas eigenlijk over het spul wat hier allemaal staat. En eigenlijk de sleutel van hier met de bureaus die hier op het hoofdkwartier zijn. Het werk hier op het verbindingscentrum, dat doen de jongens zelf. En dat doen ze heel goed. En die stellen zich nu even aan hun voor. Hallo, ik ben Henry Nuiten en ik zit zo'n 3 maanden.
Mijn naam is John Frank. Ik zit hier 4 maanden gelijk met Nuiten. Nuiten is pas bijgekomen. Kom uit Roermond. Dat was het eigenlijk. Ik ben Remco Windhuizen, alias Flint. Ik zou even een aanvulling willen geven aan de Sarge. Dit is sector Oost en niet sector West. Ja, zoals ze zei. Mijn naam is Robert Kalka, ik kom uit Venlo. Ik ben ook van VT natuurlijk. Ja, dat was het zo'n beetje. Zo, nou even een lekkere bak koffie genuttigd hebben, is de oude wacht, die oude shift, die is naar het mandje toe gegaan. Maar het is even kijken, alweer 12 uur nacht geworden, 6 maart 1994. En de nieuwe shift die hier staat, die gaat even vertellen wat hier zowel op het verbindingscentrum aanwezig is. Het is uniek, het is zeldzaam en mooi. Flint, aan jou het woord. Nou, als u met mij meeloopt, dan ziet u aan uw rechterkant het straalzender HPT Osijek. Wij zitten momenteel in Servisch gebied, in Krajina. Voormalig was dit Kroatisch gebied. Wij willen contacten graag houden met Kroatië. En dat kan via dit systeem, dat uniek is voor sector Oost, het hele gebied hier. Want nergens anders in dit gebied kunnen ze bellen met Kroatië. En wij wel door middel van dit systeem. Dit is een VESA systeem, de CS8000. Hier staan 14 lijnen op naar Zagreb. Hier staan 8 lijnen op naar Rusbad en 8 lijnen naar Belbad. VESA systeem, ja, dat is een gloednieuw systeem van Defensie. Dat is gaat met satellietverkeer, heb ik begrepen of uitgelegd gekregen. Ik weet er ook niet precies er zeker van. Maar goed, dit is ons systeem, dit hebben we echt nodig. Het werkt ook prima. Dit is een ECB-installatie. Dit is een ECB-installatie. Hiermee staan we in contact, met radiocontact met andere consens in onze sector en in heel Joegoslavië. Dit is een sector, dit is een voorsnet. Verder zou ik het woord willen geven aan Kalka, Jansen. Die zou de rest een beetje gaan uitleggen. Jansen. Ja, bedankt Flint. Nou, dan gaan we nog verder. Hier staat het switchbord. Hier kunnen we mij alle mensen die hier werken met elkaar doorverbinden of met telefoons van buitenaf. Allemaal telefoons, switchbord. Er staat nog een teledata, een fax erbij. Is op elkaar aangesloten. En dan hebben we nog een paar nieuwe faxen gekregen, laatst aan. En ja, daar faxen wij dus mee naar Zagreb, overal zeg maar. Alle sectoren ook. Ja, dat is zo'n beetje. Een kopieerapparaat, hartstikke nieuw. Aan de rechterkant van jou, die telefoons naast elkaar. Waar zit die dan? Die horen bij het switchboard dus. Als telefoons van buitenaf komen, kunnen ze met de mensen die daar hier werken, met doorverbinden. Dus dat gaat gewoon zo van, dan is dat zo gebeurd. We hebben dus hier een Kroatische verbinding, een mobitel, net zoals oude telefoon, maar ja. Een service lijn hebben wij en een VSAT verbinding hebben wij. Dus PTT en HPT is dus, hoor ik hier zo op de achtergrond. Ja, nou. Nou, dan zit hier iemand van de BK. Dan zal ik hem even doorpassen. Dit is BK. Ik ben nu bezig met een CITRAP te versturen. Dat wil zeggen een situatierapport van wat er gebeurd is in deze dag in deze sector. Die wordt dus doorgestuurd naar alle sectoren van Joegoslavië, voormalig Joegoslavië en alle komstens, Nederlandse komstens. Die loopt dus eentje nu doorheen. Dit is dus waar het wordt ingeboekt. Dat was het eigenlijk zover van de BK. Geen idee wat het is?
Vlak op Sakkenhoofdstuur en Oost, in de plaats Erdoet. U heeft gisteren al een kijk kunnen nemen in de keuken, de eetzaal dus, waar we normaal eten aan in het kom staan. En dan wil ik u daar even rondleiden over het kamp met mooi weer zoals het hier vandaag is. Oké, hartstikke bedankt. Ja, we gaan nu beginnen met onze rondleiding van het kamp. We lopen nu over het parkeerplaats van het kamp. Niet druk vandaag, zondag. Nou, we zijn nu aan het lopen aan de rand van ons kamp. We lopen nu naar onze toren toe, uitkijktoren, om uitzicht te krijgen op het kamp zelf. Je hebt nu uitzicht over onze eetzaal, die is pas geleden gebouwd, twee dagen oud, of twee dagen, twee weken. Maar het eten is een stuk beter, dus hele verbetering. Ja, inmiddels zijn we boven op de uitkijktoren gekomen, die aan de rand van het kamp staat. We kijken nu naar de achterzijde van het kamp en u ziet het is één grote vlakte. Waaien doet het hier ook. We kijken nu zo langzamerhand in de richting van de Donau. En aan de rand van het dorpje hier, daar is een centrum gevestigd waar een van de lokale warlords, Arkan, eigenlijk een gezochte crimineel, zijn opleidingscentrum heeft gevestigd. Daar in de verte ziet u een klein torentje. Vlak daarbij is de slaapgelegenheid van de mensen van het Komsen headquarters gevestigd. Daar gaan we straks even kijken. Vooraan, net langs de concertina, zien we de bunker liggen. Achter de bunkers is de privaat van de lokale bevolking wat hier werken. Dan iets meer naar links dan komen we bij de luxe vlak. Daarachter zit het Comsen gevestigd. Dat zijn de eerste en de tweede van rechts gezien. Draaien we door dan komen we weer bij nog meer privaat waar nog meer lokale bevolking zit wat in werking is bij de VN. Helemaal op de achtergrond bij de blauwe vlag daar zit op het ogenblik de Belgische wacht van het hoofdkwartier van ons. Nou, verder kunt u nog zien staan het aluminiumgebouwtje is ons generatorhuis. Stel dat het stroom uitvalt, dan krijgen we daar een stroom van. En hier links van ons zien we de verblijfplaats van Belgische en Russische manschappen. En nu zit u ons komstenwagen. Daarmee onderhouden wij onze radioverbindingen. Ja, hoog op de toeren, nu staan we toch boven. Ik zou zeggen, maak van de gelegenheid gebruik om thuis de groeten te doen. Nou, vanuit deze zonnige Erdoet wil ik graag de groeten doen aan mijn moeder. Wij hiermee de groeten. Prima. En je collega? Je zei het al, mooi uitzicht, mooie temperatuur. Ik neem gelijk van de gebruikenheid, neem ik ook gelijk deel. Ik wil de groeten doen aan mijn vader, moeder en mijn zus. Dat was het eigenlijk voor iets, ja. Jongens, hartstikke bedankt en nog een fijne dienst verder. Graag gedaan. Ja, dankjewel. Ja, zoals boven op de toren al gezegd werd, op het kamp bevinden ze er een aantal schuilkelders tegen de prikkeldraadversperring aan. We staan nu voor de ingang van een van deze bouwsels en we gaan eens even binnenkijken hoe het daaruit ziet. Waar zijn we hier beland?
We zijn hier in de bunker van de generaal. Zou er iets gebeuren, dan kan de generaal hier zijn toevlucht vinden. We hebben ook eigenlijk al andere bunkers van onszelf. Nu liggen we een stukje verderop. We zijn nu op slot, maar nadat we dus die kijkje nemen. En wat hebben jullie dus al in die bunker voor mogelijkheden? Het is een hele goede waar u nu naartoe gaat. Ik zou niet weten, leeft meer weg van een soort transformator. Lijkt mij. Of een temperatuur of zoiets. Dat zijn de kaarten van onze sector, van sector Oost. Hangen we in totaal, hangen we daar drie van in de bunker. Waar we nu tegenaan kijken, dat zijn twee EZB's radio's voor, die zijn gekoppeld, maar die al in de constant staan. Dus de andere man hieruit kan wel net zo goed verbinding houden naar het andere. En legerschappen waar normaal gesproken de nodige ordners zullen komen, ja, als echt strom en een knik is. Dat is de landkaart van voormalig Joegoslavië met alle sectoren erin getekend. Wie was en waar het? Dat is dan de generaalse zaak. Wat u op dit moment ziet is eigenlijk niet de route die dagelijks gereden wordt van en naar van de slaapplaats naar Force Headquarters. Maar we maken nu een klein omwegje om u de indruk te geven van het dorpje waar Force Headquarters en het Comcenter dus ook gelegen zijn. Dat men niet al te veel over heeft voor het milieu met deze problemen aan de hoofd, kan iedereen zich voorstellen. Vandaar dat de plaatsbevolking een hoekje met gras gebruikt om de overtollige zaken te storten. In dit pand is de kapper gevestigd waar de mannen regelmatig een bezoek brengen. Dit is wasvat. Waar is het nu was? Ja, op hetzelfde plekje waar de kapper woont, daar heeft ook de wasvrouw vroeger haar huisje gehad. En dit zijn de schamele resten die er van over zijn. Men heeft de zaak domweg opgeblazen. Nou zie je de Erdős Bridge, die scheidt het Kroatische van het Servische gedeelte. Die wordt aan de ene kant bewaakt door de Serven en aan de andere kant bewaakt door de UN. En mede dus ook nog door Arkan bewaakt, maar die maakt er alleen maar misbruik van. Dan komen we bij het kasteeltje van Arkan met de wacht. Dus het kasteeltje wordt nu gebruikt voor de training van de Arkan-mannen, voor het abseilen, het klimmen en alles wat je erop kan doen eigenlijk. We lopen hier normaal gesproken twee wachten die continu bezig zijn met het bewaken van het terrein aan de achterkant van ons. Zeg, mag ik eens jouw naam vragen? Wel, hè?
En jij bent ook van Victor 10? Ja. Waarom was jij gisteravond eigenlijk niet in het komcentrum? Omdat ik gisteren klussen had en daar dagschicht gedraaid heb. En gisteravond ben ik op tijd naar bed gegaan. Ah, jij bent dus vanmorgen vroeg ben je wakker gemaakt om ons hier rond te leiden. Ja, ik ben vanmorgen zelf vroeg opgestaan om even nog alles te controleren hier of alles nog werkte. Zeg, die rivier die we net zagen, welke rivier is dat? Dat is de Donau. Dat is een hele grote, hè? Dat is een hele grote, ja. Jullie hebben een prachtig uitzicht aan de achterkant van het kamp. Gelukkig wel, ja. We hebben nog wat moois hier. Oh, zometeen krijg je het mooiste stukje van ons uitzicht te zien. Dan kijken we helemaal Servië in, heel eind, over de Donau heen. Ik krijg zometeen eerst nog een stukje van de achterkant te zien, voor de Donau nog. Dan gaan we langzaam de Donau over. En dan komen we in Servië terecht. We hebben vandaag geluk, want vandaag is het mooi weer, dus we kunnen een heel eind kijken vandaag. Nou, we zijn hier op dit moment binnen de poorten van ons verblijf. U ziet er achter ons, ziet u de wacht met het wachthuisje. Op dit moment wordt er net iemand binnengelaten. Op het tonen van je ID-kaart kan je naar binnen komen. Zo gaat het hier altijd, om de locals buiten te houden en zo. Nou, dan gaan we nu even verder over het kamp lopen. Dus ik nodig jullie even uit om mee te lopen. Ja. Dan komen we nu bij ons op de binnenplaats. Hier worden meestal de auto's geparkeerd van onszelf en van de gasten die bij ons komen. We kunnen hier de auto's kwijt. U ziet de zieke auto en u ziet onze combi waar we mee op en neer rijden naar het hoofdkwartier. Daarlangs staan prefabs voor passanten die gewoon bij ons even een dag of twee dagen aankomen. Dan gaan we nu naar het Ja, van de hoofd van de grote binnenplaats kan je door een smal poortje een andere binnenplaats oplopen. Dat is de dagelijkse gang voor een aantal mannen van rotatie 10. Dat zijn de jongens die we gisteravond gezien hebben. En we lopen nu even een legerkamer op en dan kunnen ze van de gelegenheid gebruik maken om de groetjes te laten doen. Dit is een van de legeringskamers. En daar ligt iemand te slapen. Goedemorgen. Hey, zoals beloofd zou ik nog even wakker maken om de groeten thuis naar huis te kunnen laten te kunnen doen. Sorry. Aan wie zou jij dat willen doen? Ja, een heleboel mensen. Nou, noem maar eens een paar namen. Nou, mijn vader, broertjes, zusje, Sinatra, Irene, Esther. Jeroen, nog een Jeroen, Tibor. Wat te vroeg, man. Nou, oké. Okay. Hey, hartstikke bedankt, slaap lekker verder. Ja, nou, aan de andere kant van dezelfde kamer, daar ligt nog een slachtoffer van rotatie 10. Ook die is gisteravond al uitgebreid in beeld geweest en die mag nou nog eventjes de groetjes naar huis doen. Ja, goedemorgen. Ik wil graag even de groeten doen aan de twee liefste vrouwtjes. Mijn leven is dus mijn moeder en mijn vriendin. Inge en mijn moeder dus. Al mijn vrienden, kennissen, familie. Ja. Ja. En dan Johnny Jordaan en dan Flint. Ja, oké. Okay. Ja. Hey, hartstikke bedankt. Lekker slapen. En tot ziens. Oh, op deze ambulance. Nou zie je de achterkant van de ambulance. Ik ben een tijdje reserveambulancechauffeur geweest omdat een van de twee medics op lief was. Na de ambulance gaan we door naar de natte prefab, waar alles plaatsvindt op hygiënisch gebied. Na de natte prefab krijgen we twee slaapplaatsen. Er liggen twee corporaals van V10 plus een sergeant ligt daar. Na de slaapkamers gaan we door naar onze recri. In de recri vindt zo'n beetje het grootste gedeelte van onze ontspanning plaats. Nou, dit is onze recri. Hier doen we eigenlijk altijd ontspanning. Hier doen we spelletjes aan de tafel, maar die tafel. Dat kan. Hier hebben we een soort barretje gemaakt. We kunnen altijd een beetje zacht aan de bar praten. Hier staat dus al onze drank- en snoepvoorraad die we een beetje opgebouwd hebben.
Daarna komen we bij onze gek met videobanden, waar we zeer trots op zijn dat we doen vandaag. Daarna gaan we als de televisie met satelliet ontvangen. En dat was zo'n beetje onze rekening. Ja, een ander punt van vrije tijdsbesteding, dat, wat hier ook veel gedaan wordt, dat is het wippen. En een goed voorbeeld daarvan, dat ziet u voor ons. Maar deze twee heren die willen toch graag even de groeten aan Nederland doen. Mag ik het woord geven? Ja, ik wil graag de groeten doen aan Wendy en aan de rest van de familie White. En aan iedereen die ik verder kent. Oké, bedankt. En dan gaan we naar die overbuurman. Ik wil de groeten doen aan de hele familie. En speciaal aan mijn buurvrouw. Want die heeft een warm plekje hier gekregen. En ik wens iedereen een goede behouden terugkomst in Nederland. Dank u wel. Hartstikke bedankt. Leg ze dat gelijk weer vast. Het is toch eigenlijk schandaal. Ja, er is een categorie in... bij de consens die vaak vergeten wordt, en dat zijn de medics. Op elk sector hoofdkwartier, daar zit zo'n clubje mensen. Meestal is het, of zijn ze vergeten en worden ze vergeten. Maar in dit geval maken we dat goed. Klaar. Zeg, vertel eens, wat doen jullie hier precies? 100 doodrijden. Buiten dat om. Wij zijn hier 24 uur per dag inzetbaar. 7 dagen per week. En wij trachten eigenlijk zo'n beetje alle geneeskundige verzorging binnen de sector te handhaven. Vooral de Nederlanders en wat daar nogal bij komt, zoals alle mensen die werken hier binnen Unprofort. Wij hebben daarvoor tot onze beschikking een complete ziekenzaal. We hebben een noodhospitaal voor het geval bij evacuaties mensen eerst op moeten worden geslagen voordat ze geëvacueerd kunnen worden. En we hebben tot onze beschikking een ambulance, maar die staat, dacht ik al eerder, op bij het filmen van het terrein. Wij doen dit met z'n tweeën. De korporaal Jan Otte en ik zelf. En dat is het eigenlijk. Ja, meneer Otte, kan je mij wat laten zien wat, hoe en waar jullie werken? Ja hoor, kom maar naar binnen. Dit is dan het geneeskundig gedeelte. Hier hebben wij een spreekruimte, de medicijnen en alles klaar voor de eerste opvang van de patiënten. Nou, dat ziet er keurig uit. Dit is sector Oost, de Oostelijke Arena. Het is verdeeld in twee gedeeltes. Je hebt het noordelijke gedeelte tegen Hongarije aan en het zuidelijke gedeelte tegen Bosnië aan. Dit is Servië en dit is Kroatië. Het noordelijke gedeelte, de sector wordt gescheiden door de Drava. Het noordelijke gedeelte ligt geneeskundig onder behandeling van de Belgen. Het Belbad regelt daar compleet geneeskundige verzorging. Het zuidelijke gedeelte wordt hoofdzakelijk gedaan door de Nederlanders, met uitzondering van de Russische militairen, die worden behandeld door een Russische arts. Onze afvoermogelijkheden, we hebben een ziekenhuis in Osijek, waarheen we afvoeren, moeten we voor de sector uit. Als we afvoeren naar Belbad, want daar zit een dokter, moeten we of de sector uit via Osijek, of de sector uit via Servië. Dit is dan het noodhospitaal. Gebaseerd in oude kelder. We kunnen hier zo 20 tot 30 patiënten opvangen. En dan zijn we helemaal klaar voor. Ja, en deze ruimte was vroeger de bar van de Britse medics gevestigd. Prachtig mooie ronde kelder, is veel voor verlicht. En aan het einde, daar vinden we wat ongewoons. Ja, hier is een improviseerde fittingruimte, gemaakt door Apparatus van W8. Ik ben ook al opgegeven. Hier train ik samen met Maurits Weerts en Remco Brinks
heeft ook jongens van de B10 die er laatst niet bij aanwezig kunnen zijn geweest. Ja, verschillende gewichten. Een sponnen voor de relaxing en de vrije tijdbesteding. Tevens zou ik van de gelegenheid gebruik willen maken om ook even goed te doen aan Wendy, Kien, Prins, Dimitri en Naf. En Van Dijk. En ja, dat was een beetje. Enorm bedankt. Maar kreeg dat je dat verdacht ziet, hè? Thank you.
het zuidendeel naar het noordendeel van sector Oost te komen, ben je verplicht om door de plaats de Osniek te rijden. En dit is een korte impressie daarvan. Belgische borst en nu gaan we het noorderdeel van sector Oost in. Goedemiddag! Hallo! KS, we gaan naar Bailey. KS, rijke dak. Good.
Als u daar voorbij de slagboom rijdt, dan kunt u links een tank zien. Dat staat. Bij Belbo. Klopt u wel mee? Voormalig JNA-kazerne, die vroeger staf hier de hondenbrigade. Tovelijk zit hier de staf van het Belgisch bataljon gevestigd. Bij die mannensteer, plaatsje, vrij groot. 10.000 inwoners in de Branja. Volgt u maar naar het communicatiecentrum van de Nederlanders. Het communicatiecentrum zit momenteel in het stadgebouw. Nog wel, de laatste maand. Daarna nemen we de Belgen het communicatiecentrum van ons over. Dan wordt het communicatiecentrum van de Nederlanders althans teruggetrokken. Nu het stadgebouw binnen op weg naar ons. Kom, Sen. Volg me. Goedemiddag, ik ben de Jean-Jean Frans Dries. Ik ben commandant van de Komsen van het Belgisch bataljon. Ik heet u welkom. Ja, we zijn zojuist van buiten aankomen lopen. En we staan nu voor de deur van het Nederlandse Komsen. En dan gaan we even naar binnen kijken. Ik zou zeggen, gaan we voor. Komt u binnen? De korporaal van Lüneburg, Victor 9. Goeiedag. Is de laatste maand. Nou, hier hebben jullie, hier voer je dan werkzaamheden uit. Wat houdt dat zo wel in? Ik schrijf net even een faxje in die binnenkomt. Ik heb gehoord dat jullie eigenlijk op je laatste benen lopen. Dat klopt. Wat staat er binnenkort te gebeuren? We gaan vandaag zijn we al bezig met de eerste voorbereidingen. De secure fax, of herstel, de fax. En het switchboard van de V-stad wordt geplaatst naar het komcentrum van de Belgen. Het kopieerapparaat gaat ook naar de Belgen. En we gaan dan vanaf vandaag beginnen we met shift draaien, gezamenlijk met de Belgen. En de Belgen ook opleiden in het hele gebeuren van de verbindingen. Wat is daar de reden van dat jullie zo'n switch gaan maken? We moeten terugtrekken van het verbindingsbataljon. En wij zijn als eerste aan de beurt met ons komcentrum. Belgische Komsen gaat als eerste weg. Wanneer gaat het gebeuren ongeveer? Nederlandse Komsen gaat als eerste weg hier en de Belgen gaan het van ons overnemen. En dat gaat, de officiële overdrachtsdatum is 23 maart van dit jaar. Ja, de voorbereidingen voor het vertrek van het Nederlandse Komsen, wat overgenomen gaat worden voor de Belgen, is in volle gang. Hier worden de telefoonlijntjes op dit moment verbroken en is straks in de andere lokaliteit, in de Belgische lokaliteit, weer opgebouwd. Stadgebouw naar onze recreatieruimte. Nou, de transportbataljon heeft een geitenpad, maar wij hebben ook een geitenpad, speciaal voor ons aangelegd door de genie. Speciaal voor het Nederlands Komsen. Dit is het Hollandsplein met onze slaapprefabs en onze recreatieruimte, onze eigen rustbar. Zullen we eens even in de recreatieruimte kijken? Prima, volgt u mij maar. Het is niet erg groot, maar het is comfortabel. We hebben hier alles aanwezig. Televisie, video, stereo. Magnetron, ijskast en onze Kadi-voorraad.
Ja, ik kijk even met nauwe oogjes, want het is prachtig mooi weer hier eigenlijk. De temperaturen lopen al tegen de 18, 19 graden aan. En we gaan eens kijken waar die slaapt. Nou, dit is mijn slaapreset. Heerlijk comfortabel, ik slaap hier alleen. Van de kaart aan de muur die ik de laatste maanden heb ontvangen. En een bureautje waar ik al kan werken met de nodige kaart aan de muur waar ik een beetje omgeving. Nou, je hebt hier best voor elkaar. Ja, het is hier best uithouden. Ja, mijn vriendin. Ja hoor, mijn naam is Erik Goeier. Ik ben van 14. Nou, ik kom net uit bed. Ik heb een barrediens gehad. En ik zal even mijn slaapgangetje laten zien. Kijk, oh, hoor, want er ligt iemand te slapen nou. En die vindt dan niet leuk, toch? Het is een beetje zooi, maar dat is zijn schuld, die daar ligt. Nou, dat was dan het laatste blik op ons kamp, waar we, wij Nederlanders 2 jaar hebben gezeten. Ik wil hierbij alle Nederlanders bedanken die de afgelopen 2 jaar voor de verbindingen hebben gezorgd. En we beloven, ik zal beloven, dat ik het hier netjes zal achterlaten en aan de Belgen zal overdragen. En als laatste wil ik nog de groeten doen aan iedereen thuis. Ja, ik ook. Eerst en vooral mijn moeder, want die missen we verschrikkelijk natuurlijk. En dan Michiel Vlisdonk en Jeke Friedrichs, dat ze dit zien krijgen 100 gulden van ze, als ik op tv kom. Maar in ieder geval, ik heb een hele leuke tijd gehad en ik vind het jammer dat ik hier weg ga. Maar ja, het is niet anders. Oké.